Leuk dat jullie kijken naar SinTV Nieuws. Deze week gaan we kijken of Leeuwarden klaar is voor de aankomst van Sinterklaas. De intocht zaterdag 14 november. En vandaag heb ik afgesproken met Blije Bart bij de Drachtsterbrug. Want hij heeft nieuws, zei hij. Dus daar staat Blije Bart. Blije Bart! Hoi! Hey. Hi! Ja! Welkom Heiko! Hoe is het? Ja, goed! Mooi. Nou ja, met mij is het goed, maar... Je had nieuws. Ja, nieuws, verschrikkelijk nieuws. Ja, ik ben even aan het meten, kom maar even meekijken. Dit ja. Is 1,30 meter. Dat ja. Is veel te dun voor Sinterklaas, want we hebben een groot probleem. Kijk, we staan hier bij de Drachtsterbrug. Ja. De brug waar Sinterklaas altijd met de joekel van de boot erheen gaat. Klopt, vanaf die kant. Exact. 14 november wil hij vanaf die kant door de brug. Maar wat zien we hier? Er zijn werkzaamheden. Dus het is onmogelijk dat Sinterklaas in de Prinsentuin komt. Kan de Drachtsterbrug niet open? Nee, dat is het probleem. Dus ik zit al te denken, als Sinterklaas nou hier zo doorheen kan... en dan moet hij maar lopend naar de Prinsentuin waar alle kinderen zijn... Dan moet de boot hier gewoon aanmeren. Of dan gaat hij op de fiets. En dan... Nee, dat is ook geen goed idee. Maar dat is een enorm probleem bij Leibart. Precies. Sinterklaas moet hiervan afweten. Dit komt zo niet goed. Ik bedoel, Sinterklaas kan nu niet naar de kinderen komen. Dan moet... Ja, de kinderen maar naar Sinterklaas toe komen. Als ze nou hier met z'n allen dan de intocht houden... Ja, maar dat kan toch niet? Er staan hier bomen, de achtertuinen van mensen. We moeten iets verzinnen. We moeten iets verzinnen. Sinterklaas moet het weten. Ja. Ja, maar ik kan nu niet naar Sinterklaas toe. Ik ben veel te druk met dit geregel. Ik kan nu niet naar Sinterklaas. Ja, maar wie dan? Jij. Ik? Ja, jij. Ja, als jij naar Sinterklaas toe gaat, hem vertelt van deze brug, dan kan ik hier ondertussen alles regelen en klaarmaken voor de intocht. Ik ben veel te druk. Heiko, als jij nou naar Sinterklaas toe gaat, hem dit verschrikkelijke nieuws brengt, maar we hebben gelukkig ook goed nieuws. Echt, vertel. Ja, ja, ja. We hebben dit jaar voor het eerst bij het Mata-Hari-plein een programma voor de minder valide. Dus die hebben daar hun eigen programma en kunnen zo ook de intocht van Sinterklaas van dichtbij meemaken. Dus ja, er is slecht nieuws, maar er is ook gelukkig heel veel goed nieuws. Als jij dat nou gaat brengen naar Sinterklaas, ja? Oké, okay, dan spreken we dat af. Ga jij door met het meten? Ik ga meten. En dan ga ik de boot wel opzoeken. Ik heb nog geen idee hoe, maar ik verzin wel wat. Oké, okay. Ja. Hey, doe Sinterklaas de groet, hè, van Blije Bart. We zien elkaar zaterdag. Ja, hopelijk wel. Hopelijk komt het goed. Okay. Tot zaterdag. 1,30 meter, dat is... Ja, de meter die is al zo en dan het paard ook nog. Jullie hebben Blije Bart gehoord. We hebben een probleem. Ik ga nu op zoek naar de boot van Sinterklaas. Hoe ga ik die vinden? Even denken hoor. Wacht, telefoon. Ik ga via de satelliet proberen het schip te zoeken op zee. Kijken of dat lukt. Het is allemaal blauw water natuurlijk. Hoe ga ik die nou vinden? Het moet er in ieder geval toch uitzien als een boot. Ik heb hem. Ja, dit is hem. Dit moet hem zijn. Ja, ik ben er bijna zeker van. Oké, nou jongens, dan ga ik nu als een haas... proberen een ander bootje te fixen en op naar Sinterklaas. En dan maar hopen dat Sinterklaas een oplossing weet. Ik ga er vandoor. Kijk morgen maar weer. Hopelijk ben ik er dan.